Mark-Jan Flederis is ontslagen als technisch directeur van FC Groningen. Dat maakte de club vandaag bekend. Flederis werd in 2019 aangesteld als technisch directeur. Aanvankelijk leek het onder zijn leiding goed te gaan. Door zijn verkoopkwaliteiten werden spelers voor hoge bedragen verkocht, waardoor de club er nu financieel stevig voor staat. Voetballend wilde het echter niet echt lukken, met dit huidige seizoen als absoluut dieptepunt. FC Groningen staat momenteel laatste in de Eredivisie met 12 punten uit 19 wedstrijden en stevend af op een mogelijke degradatie. Een rampzalig scenario. Flederis was als directeur onder andere verantwoordelijk voor de samenstelling van de spelersgroep en de technische staf. Algemeen directeur Wouter Gudde vertelde het Flederis gisterenmiddag in een gesprek. Dat is heel moeilijk. We hebben lang gesproken met elkaar. Ja, uiteindelijk als je die beslissing te horen krijgt, is dat natuurlijk heel pijnlijk voor hem. Vanochtend afscheid genomen, hoe was dat? Ja, dat was heel emotioneel. Je gaat spelen staf langs andere mensen die op Corpus werken, maar ook hier bij de collega's. En ja, dat doet heel veel, vooral met Mark-Jan, die daar heel professioneel mee omgaat. Zelfs nog zelf kritisch is, maar ook wel echt emotioneel. En ook heel veel collega's die tot tranen geroerd waren, waardoor het gewoon een enorm pijnlijke dag is vandaag. Gudde wil niet al te veel kwijt over zijn motivaties om Flederis te ontslaan. Je gaat continu met elkaar in gesprek over uiteindelijk het hele functioneren. Daar verkijken mensen zich nog wel eens op hoe breed dat palet van werkzaamheden is. En uiteindelijk stel je jezelf dan elke keer de vraag, heb ik nog voldoende vertrouwen en zie ik nog voldoende perspectief om uiteindelijk voor de lange termijn op deze manier door te gaan. En ja, daar was nu het antwoord nee op. Hoe de functie van Flederis wordt ingevuld, wordt de komende tijd bedacht. Tot die tijd neemt Gudde de technische honneurs waar. Hij kijkt met vertrouwen naar de laatste 15 wedstrijden van het seizoen. Ik vind dat wij er alles aan moeten doen om vanuit deze plek weg te komen. Dus ik ben blij dat we het elftal hebben versterkt. Ik ben ook blij dat het nu eindelijk compleet is. En wij zullen nu 15 wedstrijden moeten spelen. Waar alle energie en de overlevingsdrang vanaf moet druipen. En dat moet aanstaande zondag gaan beginnen. Want jij hebt echt vertrouwen dat dat met deze groep kan? Ja, natuurlijk. Gudde kijkt terug op een verdrietige dag. Hoe is het met jou? Ja, ik voel me ook droevig. Want afscheid nemen van een collega met wie je lief en leven leed hebt gedeeld is pijnlijk. Vooral voor Mark-Jan. Aanstaande zondag wacht alweer de volgende tegenstander van de FC. Om 16:45 is in de eigen Euroborg FC Twente de tegenstander.